President Desi Bouterse vertrekt vrijdag naar Antigua en Barbuda om de zesde CARICOM-Cuba-top bij te wonen. Het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat vanwege de goede betrekkingen met het buitenland de inkomsten van het land zijn toegenomen. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Handel en Investeringen, Rodrigo Malmierca, hebben meer dan 5000 studenten uit Caribische landen een opleiding in Cuba gevolgd. In november tekenden Cuba en CARICOM het zogenoemde Second Protocol of the Agreement of Trade and Economic Cooperation, met als doel de handelsbetrekkingen en de economische samenwerking uit te breiden. Vrijdag komen alvast de handelsminister van CARICOM en Cuba bijeen, waarna op 8 december de regeringsleiders elkaar ontmoeten.